Engels voor mijn reden. Ah, nee. Je wil natuurlijk weten wat dit heeft te betekenen. Zal ik het vertellen of doen jullie dat? Goedenavond allemaal. Nou, zoals... Wij zijn de dochter en zoon van Edward Rekels. En vandaag zit onze vader 35 jaar in het vak. En daarom wilden we hem even feliciteren en in het zonnetje zetten. Maar daar hoort Karin ook bij. Karin, kom eens. Dat niet. En wij hebben, terwijl Karin naar voren komt, wij hebben ook nog een passend cadeautje voor hem. We hebben namelijk een verrekijker voor hem gekocht. En nou, dat zit er mooi achter. We hebben een verrekijker voor hem gekocht, zodat hij na 35 jaar ook nog verder kan kijken met een verrekijker. Moet ik wat zeggen natuurlijk. Ik ben ongelooflijk trots op mijn gezin. En dat mag ook wel eens gezegd worden. En ik vind het geweldig dat jullie dit samen met mij willen vieren. Maar ik vind het ook fantastisch dat ik dit op een avond mag vieren. Dat ik op het podium sta met geweldige muzikanten. Waar we al 4 tournees lang mee zalen kunnen veroveren, mogen veroveren. Ik ben ongelooflijk trots op dit zootje muzikanten die hier op de bühne staan. En vooral de man die ooit het idee gekregen heeft om Motel West Coast te beginnen, Siep van de Ploeg. Fantastisch. En dan moet ik nog zingen ook natuurlijk. Jongens, ongelooflijk bedankt. Helemaal te gek. Dankjewel. Alsjeblieft. Allemaal. Ook een mooi plekje op. Er is nog een beetje plek achterin, geloof ik. Dankjewel, Trevor en Melody en Karin, de Rekers.